Hoi allemaal, een nieuwe vlog. Dat betekent dat er weer een week voorbij is. En in deze week was onze kleine meid verkouden geworden. En dat is toch wel heel zielig. We zijn dan ook naar de huisarts geweest, want we wilden toch even checken. Gelukkig is ze qua longen en hartje en alles was gezond. Geen koorts, ze plast goed, ze drinkt nog steeds goed. Gelukkig wel. Over de vorige vlog gesproken, die is erg goed bekeken. Dus het blijkt dat jullie ons verhaal erg leuk vinden. Dus daar gaan we ook op door. We willen jullie deze keer meenemen in onze oriëntatiefase van onze kinderwens. Die we vorige keer ook uit hebben gesproken. Dat is zo 7,5 jaar geleden begonnen. Daarbij hebben we het erover gehad wat we nou wilden. En eigenlijk kwamen we tot de conclusie dat adoptie eigenlijk een van ons de enige mogelijkheid was. Ja, in Nederland. Ondanks dat die heel duur is. Hele dure. En een lang traject. Want ja, dat is ook wel waarom we ermee begonnen waren in het einde van 2015. In 2016 zijn we teruggekomen uit Zuid-Afrika, waar ik rond een huwelijk heb gevraagd. En toen zagen we eigenlijk op social media voorbij komen dat er van Stichting Meer dan Gewenst een bijeenkomst is voor mannen die een kinderwens hebben. Homo's die, ja. Dus wij zijn naar die bijeenkomst gegaan. En nou, dat bleek al heel snel dat we eigenlijk niet uit heel veel landen kunnen adopteren als het twee mannen zijn. Omdat de wereld gewoon nog niet zo ver is. Dus ja, dat valt dan ook tegen. En uiteindelijk hebben we een super gave dag gehad met heel veel informatie. Ook vanuit de advocatuur is er gesproken. En dat maakt toch wel dingen bij je los. Maar dat maakt ook dingen bij ons los over draagmoederschap. En dat was Pauline die een fantastische presentatie gaf. Nou, ik heb bij de Stichting Meer dan Gewenst heb ik een lezing gegeven een keer over mijn ervaring als draagmoeder. Voor een zaal vol homomannen. Het was ontzettend leuk om te doen. Ja, het was een hele mooie presentatie met foto's en een heel persoonlijk verhaal. Ja. Dat was wel iets dat we beseften van, wacht, dit is misschien wel een hele reële optie voor ons. Waar we eigenlijk helemaal nooit bij stil hadden gestaan tot het kon. Werd het opeens wat tastbaarder. Bij de naborrel heb ik ook mensen gesproken, daaronder ook Duco en Ron. En toen hadden ze al een hele leuke indruk op mij gemaakt. Ik weet nog wel, toen we wegliepen, toen zei jij zelfs, ze keek in mijn ogen. Was alsof er een soort vonkje daarover ging van, dit is iets. Toen heb ik later via zwangervooronder.nl ook weer contact met hun gekregen. En na een tijdje heb ik zo eens tegen ze gezegd van, ik sta eigenlijk wel open voor een nieuw traject. Wat vinden jullie daarvan? Die waren natuurlijk super enthousiast. Dus dat was natuurlijk voor ons iets wat eigenlijk aan de andere kant van de wereld stond en nu in één keer super dichtbij kwam. Ja. En dat was eigenlijk wel heel verrassend en nooit verwacht. En in één keer is je kinderwens van 7, 8 jaar in één keer heel dichtbij. En ik denk dat we in totaal 10 maanden echt over gedaan hebben om elkaar te leren kennen. Maar ook de gezinssituaties van Paulien, onze situatie. Ik ben moeder van 3 kinderen. 3 tieners inmiddels. En ik ben 2 keer draagmoeder geweest. De eerste keer was in 2013. Toen heb ik een meisje gekregen, Emma. Emma heeft ook 2 papa's. En nu in 2017 dus Liv voor Duco en Ron. Ik vond bevallingen echt heel intens en empowering. We hebben daar geen goed Nederlands woord voor, maar empowering vond ik het. En dat zou ik nooit meer meemaken. En dat vond ik echt heel jammer. En dat werd een gedachte in mijn hoofd van, zou ik een kindje kunnen krijgen wat dan niet bij mij blijft? Kan ik dat? En de ervaring van Emma, dat zij geboren werd, het geluk te zien van die vaders, wat je iemand kan geven als je draagmoeder bent, was zo mooi. Dat ik besloot, dit wil ik nog een keer. En toen kwam het moment dat we eigenlijk zeiden van, we gaan ervoor. We gaan zwanger proberen te worden. En voor ons hebben we al snel besloten dat Duco de biologische vader zou worden. Ook een van de vragen van alle mensen bij deze beantwoord. Allebei echte vaders, Duco biologisch gezien. Ja. In de volgende vlog, dus volgende week, gaan we jullie wat meer vertellen over echt de bevalling, naar de bevalling toe. Al die momenten met een zwangere vrouw. Ja. Echt, we nemen jullie er allemaal mee. Voor nu, bedankt voor het kijken. Mocht je vragen hebben, stuur ze naar Linda TV. En wij proberen ze te beantwoorden. Ja. We proberen ze ook te reageren op de social media kanalen. Dus mocht dat zo zijn, wij zijn ervoor. Ja, dus zeker weten. Tot de volgende keer.